Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lau Huiswerkbegeleiding, het adres tegen huiswerkstress. Dolf zou het prachtig gevonden hebben, maar waarom nu deze tentoonstelling? Nou, omdat hij, kijk, zoals je ziet, zijn schilderijen heel graag wilde exposeren. Dat zou vorig jaar zomer geweest zijn, maar ja, dat heeft hij niet kunnen halen. Dus vandaar dat wij nu deze expositie organiseren, zodat hij toch ja, kan laten zien, eigenlijk al is hij er zelf niet bij, wat hij allemaal geschilderd heeft. En dat het echt een kunstenaar is. En vandaag is zijn geboortedag. Hij zou 71 worden dit jaar. Dus wij vonden dit een mooie dag om, de tentoonstelling in te richten. En vanmiddag gaan we met een kleine groep gaan we hem inluiden. En gaan we even een hapje en een drankje doen daarna. Keuzes maken was niet heel makkelijk. Maar dat heb ik thuis gedaan allemaal. Vooral en kijken enzovoort. En nu hebben we echt gekeken van nou oké, dit gaan we tentoonstellen. En de rest houden we natuurlijk, gooien we niet weg. Maar houden we even apart. Dus we hebben geprobeerd om echt Dolf, vooral zijn kleurrijke stijl, om dat vooral te laten zien. Tot wanneer is hij te zien? Tot en met 7 mei. En dat is op dinsdag om tot 12 uur. Nee, in principe is dit eenmalig. Maar ja, je weet nooit, hè? Je weet nooit of er nog wat komt.